Have you ever felt? Are you listening? Damn. Are you listening? Damn. Are you listening? Damn. Yeah.
Vechtersbazen aflevering 2 op je beeldscherm. En we hebben een hele volle aflevering. Genoeg te bespreken. Bijvoorbeeld Glory afgelopen weekend, om hem wat te noemen. Onze tafelgasten vanavond, Justy Belgaroui. Toevallig achter je naar je partij te kijken. Gaan we het straks allemaal over hebben. Tof dat je er bent. Thanks man. Je ogen zijn weer open. Ja, ja, ja. Mijn ogen sinds vandaag weer goed open. Dus ja, we kunnen bijna alweer gaan beginnen met trainen. Mooi. Gaat het weer een beetje met je? Ben je dan een beetje over de teleurstelling heen? Ja, ja, ja. Nou, over de teleurstelling niet, maar je moet verder. Hè. Dus gewoon focus op de volgende partijen en gewoon weer richting die titel. Ja. Life goes on. Mm-hmm. Life goes on. Jeroen, we gaan zo even met jou het nieuws. Het nieuwsblokje doornemen. Goed dat je er bent ook. Heb je een beetje genoten afgelopen weekend van alle vechtsportpartijen? Ja. Ja, genieten. Ja. Ja, we zijn verwend. Wat ik zeggen? Jordi? Ja, ja. We wisten dat Juicy ging komen, dus ik had helemaal zin om weer naar het champ te zitten. Maar voor de rest denk ik weer een reclameavondje, voornamelijk bij Glory. Ja. Dus ja, zin om dat na te bespreken met jullie. Ja, want je bent natuurlijk een beetje de vreemde eend, althans de buitenstaander. De buitenstaander, inderdaad. Ik moet zeggen, als wij bij ons voetbalprogramma, als iemand zo gehavend is in het weekend, dan kunnen wij een afzegging verwachten. Maar ja, de grote klas is dat je hier naast me zit. En voor de rest, ja, dus dat gewoon, ja, ik kijk misschien een tikkeltje minder technisch, maar ontzettend genoten van de partijtjes. Ja, waar heb je het meest van genoten? Ja, uiteindelijk toch wel van die pot van Rico en Benzedik. Ik denk dat we dat, ja, wij allemaal wel, denk ik toch. Want het is misschien een stuk spannender geworden dan misschien op voorhand dachten. Of ik dacht in ieder geval. Ja. Ja. Ja, nou ja, in ieder geval, het was een stuk meeslepender dan misschien wel mensen hadden verwacht. Maar goed, maar ben je al een beetje om nu naar Rico? Nou ja, ik moet zeggen, wat ik vorige week ook zei, binnen de ring, klasse. En ook zijn gebaar na de wedstrijd was denk ik heel goed. En dat heeft hij nog kunnen gisteren volgens mij bij de collega's van Ziggo nog herverteld. Dus dat is denk ik een hele goede statement wat hij heeft gemaakt. Want hij maakte een statement na de wedstrijd. Omdat, ja, dat merkte ik ook wel op social media. Hoor. En dat is natuurlijk wel iets vervelends als je live meetweet met zo'n wedstrijd dan. Komen er uit bepaalde hoeken wat reacties, wat gewoon helemaal niks met sport te maken heeft. En zeker niet met die wedstrijd. Nee, ja, dus het internet toch een beetje, je hebt het dan inderdaad over, hij maakte een statement over dat het over een wedstrijd tussen twee sportmensen ging en niet over twee. Ja, de nationaliteiten van de vechters. Nationaliteiten of afkomsten tegen elkaar, dat er niks mee. En dat was een heel, heel krachtig statement. Ja. En dan is het internet ook wel een beetje een riool. Jij bent iemand die heel actief is op social media. Krijg je veel van dat soort dingen mee? Dit heb ik wel gezien natuurlijk. En ik vind het een heel sterke statement en ik ben het er ook helemaal mee eens. Maar, ja. Maar ook jij persoonlijk, je bent natuurlijk van Tunesische afkomst. Mm-hmm. Heb jij dan ook wel eens te maken met gasten die je uitmaken voor dit of dat? Of? Nee, ik ben de eerste half-half, half Nederlands, half Tunesisch. En ja, ik voel me daar ook, ik maak daar geen onderscheid in. Mm-hmm. En ik merk ook niet echt dat veel gebeurt nu in de vechtsport zelf. Alleen bij de grootste partijen merk je vaak wel dat er een verschil wordt gemaakt. En dan komen alle onderbuikgevoelens bovenborrelen. Mm-hmm. Ja. Ja, dat is anoniem, dus het is heel makkelijk om dan. Ja, dat heeft natuurlijk ook te maken met wat we wel zo, dat het wat groter wordt. Dus dat betekent ook dat mensen die niet per definitie gek op de sport zijn, ineens gaan meekijken en dan. Wie noemen normaliter dat ze het idiote mening hebben, dan ineens hun mening ook gaan spuiten in dit soort situaties. Ja, ja. Dus ja, daar heb je gewoon mee te maken omdat het zo groot aan het worden is. Ja, nou ja, het is ook wat dat betreft een afspiegeling van de maatschappij. Met voetbal zie je natuurlijk ook. Mm-hmm. Wat in de maatschappij in het groot gebeurt, gebeurt dan met voetbal in het klein, door een klein groepje. Maar goed, we moeten er maar mee dealen. We gaan het zo nog uitgebreid over hebben over jouw partij en over Rico Jamal uiteraard en alles wat er voor de rest nog gebeurd is. Jeroen, eventjes de laatste dingen. Yes. Wat betreft het nieuws, wat er speelt nu? Ja, nou, om te beginnen, Nate Diaz. Hele tijd al aan het rommelen in de UFC. Hij krijgt partij na partij aangeboden, weigert ze steeds, vraagt woekerprijzen, zeg maar 20, 30 miljoen, dat soort bedragen. En nu lijkt de kogel toch een beetje door de kerk te gaan en lijkt het toch aan de UFC te zijn. En hij wil voor zijn boxlicentie gaan en de Nevada State Athletic Commissie, die steunt hem daarin. Ja. Dus het is eventjes afwachten wat er gebeurt, wat gaat de UFC doen. Het is wel een cash cow voor de UFC en het is even afwachten hoe ze daar mee omgaan. Het is een beetje het Conor McGregor effect. Hè? Conor die heeft natuurlijk nou het grote geld geroken met die 100 miljoen tegen Mayweather. Nou, kan je McGregor nog wel begrijpen, want dat is meer een staande vechter. Nate kan wel een aardige poeier uitdelen, maar dat is natuurlijk is zo, voornamelijk een BJJ.
is zo, alleen ik kom helft niet op zijn naam, protégé van Floyd Mayweather heeft Nate uitgedaagd. En dat is op zich wel een, ja, een, ook wel een potentiële money grab voor Nate. En die Oscar De La Hoya, die wil tegen Conor, toch? Ja, iedereen rijdt nu bezig grote geld. Hè? Ja, dus ja, iedereen komt weer uit de mottenballen en zegt, nou, we kunnen wel ergens een grote PD krijgen. Ik weet niet, het is interessant, maar ik weet niet of het nou voor de sport per se... Ik denk niet dat het zo denderend is. Kijk, ik denk dat je het eigenlijk een beetje Conor Floyd was te begrijpen, omdat het om zo ontiegelijk veel geld ging, dat je ja, Conor dan zo'n partij gunt als UFC, snap ik. Maar ja, je moet wel een beetje eindig zijn, zeker in die top. Anders is het gewoon niet goed voor de sport. Nou ja, dat is ook iets waar heel veel inderdaad rumoer, helemaal gerucht over zijn. Conor die tegen Pacquiao zou gaan vechten. Allemaal gedoe. Wil ik eigenlijk niet te veel over hebben, want dat zullen we de komende week... Is er niet één affiche waar jullie nog op zitten te wachten van dat soort, dat je denkt van nou ja, moet het wel gebeuren, blablabla, maar het zou toch wel leuk zijn, want ja, ik zat persoonlijk, ja, Mayweather Conor, dat was denk ik qua vooruitzichten niet zo, maar uiteindelijk zit je er toch met z'n allen naar te kijken. Ja, dus is... Maar zijn er nog mensen op dit moment die datzelfde kunnen bewerkstelligen als Mayweather Pacquiao? Weet je wat het is? Zo maak je, zoals jij al zegt, de sport gaat kapot. Want een voorbeeld is de K1, weet je? Had je steeds al die mafkezen tegen elkaar vechten, toch? Van die, ja, eentje die is 3 meter. Bob Sapps en de Butterbeans van deze wereld. Ja, en dan had je iedereen kijken, dat klopt. Maar dan als er weer eventjes 2 goede vechters tegen elkaar stonden, dan keken weer niemand. Zo is uiteindelijk de K1 kapot gegaan. We moeten oppassen dat we hier geen, dat we dit niet hetzelfde krijgen. Ja, het moet gaan freakshow worden. Ja, freakshow, ja, dat zocht ik. Ja. Nee, helemaal mee eens. Dus laat dat maar even lekker borrelen. Ze zoeken het maar uit. We horen het wel als het op een gegeven moment een deal is. En wel eventjes inderdaad, GSP, Georges St-Pierre, heeft zijn titel gedropt. Ja. Ja, zat er een beetje aan te komen in de contractonderhandelingen. Heeft Dana White al een beetje rekening mee gehouden. In zijn clausule gezet van je moet als je de titel wint wel een volgende partij aannemen. Dus je moet hem verdedigen. Nou ja, doet hij toch weer niet. En ja, hij wil gewoon niet meer op het middelweight vechten. Hij wil een divisie lager vechten. Daar komt het eigenlijk een beetje op neer. Was een beetje te verwachten. Want er staat natuurlijk echt een stel moordenaars op hem te wachten in die divisie. Zwaarste divisies in de UFC. Die Wonderboy. En daar kun je er nog wel een aantal op noemen. Ik denk dat hij daar gewoon geen trek in hebt. Nee, hij heeft overigens wel, ze verschuilt zich achter een aandoening die hij heeft. En het is, moet ik even spieken... Ulcerative colitis, dan weet jij natuurlijk meteen wat ik bedoel. Ik heb ook Google voor me, hè? Geen idee. Nee, een darmaandoening. Het is een chronische darmaandoening. Ik vergelijk met de ziekte van Crohn, wat ik begrijp. Okay. Van mijn medische journaal op nageslagen. Dan verder, de terugkeer van Badr werd zaterdag aangekondigd tijdens Redemption, of vlak daarvoor. Mm-hmm. Ja, dat is een racemaatje van je, of trainen jullie eigenlijk niet samen? Ja, nu op dit moment niet. Nu zit hij in Marokko. Maar als hij bij ons is, dan trainen we wel samen, ja. Ja. Ik heb er nu nog niks over gehoord, maar we gaan het vanzelf wel weer zien. Ja, maar wat vind jij ervan? Ja, mooi toch? Natuurlijk, hij is nu hij is de grootste naam in de sport. En daarnaast is hij in mijn ogen de enige die Rico ook kan verslaan, snap je? Die technisch gezien... gewoon ook beter is dan Rico. Hij is echt de enige nu in de heavyweights. Dus ik ben wel benieuwd, man. Ja. Ja. Wie is een potentiële tegenstander op dit moment? Ja, want die eerste is nog niet Rico in ieder geval. Nee, die eerste is nog niet Rico. Hij krijgt een tune-up fight, hè, zoals ze dat noemen. Een opwarmpartijtje in Ahoy. 3 maart uit mijn hoofd. En het grote gespeculeren is nu begonnen. Van wie zal het worden? Wie zouden we willen? Heb jij wat gehoord op de sportschool? Nee, nog niet. Nee, ik ben nog niet op de sportschool geweest ook. Dus misschien dat het is. Ja, hoe dan ook is het altijd goed nieuws als Badr terugkomt. Dat is gewoon een sensatie in de ring. En dat is wat echte liefhebbers... willen zien. Ja. Het is altijd knokken. Nou, en hij heeft zijn straf natuurlijk uitgezeten. Dus we hadden vorige week natuurlijk Mike hier aan tafel zitten. Die zei hoe mooi zou het zijn om Rico tegen Badr in de Johan Cruijff Arena te hebben. Ja. Nou ja, het mag ook weer. Want hij is helemaal vrij om in Nederland weer te vechten volgens mij. Dus dat wordt volgens mij de partij om te maken. Ja man. Ja, zeker. Dat zou geweldig zijn. Nou, verder eventjes heel kort. Eddie... Andy Semeleer, wel eens van gehoord? Ik heb ervan gehoord vanaf vandaag. Want ik zag het, ik heb het ook lang zien komen, man. Heeft hij goed gedaan, hè? Andy Semeleer wint afgelopen weekend het 100.000 euro toernooi
van Infusion in Abu Dhabi. Door eerst met Mootje Kamal af te rekenen en vervolgens met Superbon. En Superbon is volgens mij toch wel, wordt wel beschouwd als een van de beste in zijn gewicht wereldwijd. Dus, en die simuleert het Emma Lord. Geen idee. Nou, Mootje ook niet de minste natuurlijk. Dus nee, Mootje Kamal natuurlijk ook een held, een grote naam in het wereldje. Nou, ik moet je eerlijk bekennen dat hij voor mij echt uit het niets komt. Ja, wijs me erop voor de uitzending. En het deed mij geen bel ringen. Maar ja, ik denk wel dat hij zichzelf in één keer heeft neergezet of in dit soort namen te winnen. Mooi dat er zo'n kans is voor iemand die nog niet zoveel reputatie heeft om zo'n toernooi mee te doen en hem dan gelijk even te winnen. Ja, want Andy Semelier, dan gaat jouw hart natuurlijk meteen sneller kloppen. Ja, nou ja, vanaf dat hij zo klein is, volg ik natuurlijk zijn ontwikkeling. Nee, geen idee ook eerlijk gezegd. Nee, hoor, lijkt me voor als Jeroen hem niet kent, dat ik hem ook niet ken. Mooi. En dan tot slot, het laatste nieuws kwam jij net mee, Tyson Fury. Ja, die is weer gekleerd om te vechten. En die was gepakt op stimulerende middelen. En hij is nu toch vrijgegeven. Dat vind ik ook goed nieuws. Omdat het altijd leuk is om in dat heavyweight zo'n flamboyante jongen in de mix te hebben. Hm. Dat is gewoon bovendien een hele goede bokser ook. Dus dat... ik voegt echt wat toe. Ik mag hem graag zien. Volg jij boksen een beetje? Jawel, ja. Natuurlijk een hele goede vriend van mij, Manuel Schaert, die ook laatst in de kleedkamer zat. Die heeft laatst het WBA gewonnen op het heavyweight. En ze zijn nu ook een beetje aan het kijken wat ze nu met hem moeten. Of ja, sowieso wat ze met de heavyweights nu moeten. Gaan ze Joshua gelijk tegen Wilder vrijlaten? Of gaan ze eerst nog een paar tussenpartijtjes doen? En we gaan het zien, man. Ik weet niet of ze eerst Tyson tegen Schaert willen doen. Om dat eerst klaar te krijgen. En mooie pot. Ja, het zou een mooie pot zijn. En uiteindelijk natuurlijk is Joshua het einddoel voor ze allemaal, toch? Eerst krijgt Parker de kans, toch? Werd vandaag bekendgemaakt. Ja, eerst vandaag inderdaad bekendgemaakt. Joseph Parker, 31 mei, dacht ik, in Cardiff. Maart. In het voetbalstadion daar. Ja. Dus, maar inderdaad, we zeiden het vorige week al, die heavyweight divisie, het boksen, is eigenlijk weer helemaal aan het terugkomen. Mm-hmm, ja. Want inderdaad, de jongens als Deontay Wilder en nu dan het, als Fury weer terugkomt, dan hebben we al wat wedstrijdjes om naar uit te kijken. Weer. Spektakel aan te komen. Daar is Fury overigens een goede bekende van Rico Verhoeven weer. Pieter Fury heeft hem weer geholpen bij zijn voorbereiding. Dat terzijde. Laten we het over Aoi hebben afgelopen weekend. Eventjes los van jouw wedstrijd. Als je daar die zaal in loopt, die ziet die gigantische arena. Ja, man. 9000 mensen. Toch? Ja, man. Het was geweldig toen ik het zag. Dit is een beetje... het is weer terug van het showtime bijna, toch? Misschien nog beter zelf. Ik vond het echt geweldig om... Yo. Ja, je blijft me. Gevraagd. Je blijft natuurlijk een vechter. Je natuurlijk alles slopen hier. Misschien is dit een mooi moment om eventjes contact te zoeken met Sander Schrik. Die afgelopen weekend voor... Kijk, zou je hem al hebben. Voor Ziggo verslagtijd bij de wedstrijden. Sander, heb je een beetje genoten? Ja, dat was echt een geweldige avond. Is het goed nu? Het was ook wel een lange avond. Maar het main event was natuurlijk... Echt reclame voor de sport en sowieso. Alle wedstrijden waren goed en de sfeer was fantastisch. Ja, het was echt een topavond. Ja, een lange avond, zeg je. 3 fightcards, hè? Dus wat is het? 14 wedstrijden in totaal, geloof ik. Ja. Dat vergt ook de nodige voorbereiding en de keel een beetje gesmeerd houden, gok ik. Ja, nou, het zijn 26 vechters die je moet voorbereiden. En het zijn allemaal mensen, allemaal atleten die alles geven in de ring. Dus ik vind ook dat ze... recht hebben op een commentator die gewoon minimaal een A4'tje aan informatie over heeft. Gewoon leuke verhalen kan vertellen. Ja. En donderdag, vrijdag, om heel echt een beetje pijn te doen. Ik zat met honing, thee en allemaal dingen. En, ik hoop dat het allemaal goed komt, maar ik heb het volgehouden. Maar goed, jij hebt nu dan in een vol Ahoy gezeten. Je hebt vorig jaar zat je op diezelfde plek in een vol Ahoy met UFC. Was ook een mooi feest. Wat steekt er bovenuit wat jou betreft? Nou, ik vond tot zaterdag was echt de opkomst van Shemaine, de Randami, dat was echt iets unieks. Ja, supermooi, ja. Ik weet nog wel dat ik daarmee op mijn tijd zag, we allebei elkaar van aankeken. Wat een sfeer. En ik heb best wel meegemaakt, grote dingen en dit sprong er echt uit. Maar dat Rico kwam en ook toen die wedstrijd
toen voel je echt zo'n soort van electricity of zo. Arena, helemaal in de vijfde. Ik had er ook helemaal in. Ik denk ook wel zo, ik weet niet wat ik precies meer gezegd heb, maar het was echt heel intens of zo. Je zat helemaal in emotie van die strijd. Van ook het verhaal van in de eerste ronde verliest, ook bijna de tweede ronde. Wel een beetje, je kunt kijken, nou was het 10-9 ronde voor ik ging voor de tweede ronde ook neer. Dus dat zou ook zomaar een 10 voor mensen die kunnen zijn. Dan wordt het nog weer een ander. Ja, maar, dus maar zag jij het aankomen, dit verlopen? Nou, helemaal na die eerste ronde dacht je nog dat het zo'n einde zou hebben? Nou, ik had, denk, een van de eerste dingen die ik zei, van conditie is bijvoorbeeld nooit een issue. Nu gaan we ook zien, Ben Sadiq zegt dat heeft, want die tweede ronde, ja, die moet gewoon die sloop uitdelen en daar toch wel gaan afmaken. En je zag echt, want ik zat naast de hoek van Rico en op een gegeven moment begonnen ze steeds van trappen, richting het been. En toen op het moment dat hij trapte, eerst richting het been, ook een beetje richting het lichaam, dan had ik ook zoiets idee van nou, dat deed hij tegen Bigfoot ook in China. En dat is natuurlijk wel ander kaliber, maar dan weet je misschien wel van ja, nu gaat het toch wel ergens naartoe werken. En dat gebeurde dan ook, dat kwam die hek eraan en dacht ik van ja, nu gaat het niet heel lang meer duren. Nee, ik, en wat mij betreft ook, Rico heeft zich, want hij wordt ook vaak gezien als een puntentikker, hè? Iemand die wel zijn wedstrijden wint, maar eigenlijk een beetje saai soms wordt bestempeld. Hij heeft zich nu wel toch echt als een knokker bewezen, toch? Ja, absoluut. Nee, absoluut. Dat was voor mij ook wel het verschil. En ik denk dat je daarom richt naar mij vroeg, is je mening veranderd? Ja. Nou, we moeten het nog wel een paar potjes zien, maar dit potje, ja, buiten kijf. Nou, ik slaat me wel bij jou aan. In de zin van, kijk, ik denk dat als Rico deze trend, zeg maar, doorzet, dat hij dan veel meer harten gaat stijlen van de echte liefhebbers, ja. Zeg maar. Kijk, op dit moment zelf, eerlijk gezegd, niet de grootste Rico-fan. Om de redenen die hij noemt. Daarbij ook vind ik dat hij voor een heavyweight gewoon een te laag knock-out ratio heeft. Hij staat op 30%. Dat is gewoon mager voor een zwaar gewicht. Ja. Daarentegen, ja, als hij deze lijn doortrekt, ja, dan denk ik dat hij mij ook wel over de streep. Ik denk als je zo bijna verliest en met moeite die eerste ronde overleeft en je terug in de wedstrijd knok letterlijk, want ook, weet je, hij won die latere rondes, maar hij bleef ook gewoon de slagenwisselingen aangaan tot in die laatste ronde. Hij maakte er echt een knokpartij van. Als je dan zo vanuit bijna geslagen positie terug kan komen en op zo'n manier met zo'n climax die wedstrijd kan winnen. Ja, dat is gewoon bijna Rocky. Toch? Ja, ja. Ik vind dat echt een grote pluim waard. Ja, ja. Van twee kanten, er zijn natuurlijk twee mensen nodig om te gaan. Ja, nee, dat is ook zeker waar. Er is ook een tegenstander voor nodig. Absoluut. Ja, het is natuurlijk wel zo dat je wil ook niet al te veel schade oplopen. Kijk, net als met Michael Duke bijvoorbeeld. Die wint dan in Amsterdam in 12 seconden, maar loopt ook nog een gebroken neus op. Ik snap ook Rico wel dat hij denkt van ja, ik heb ook ambities om te gaan acteren en misschien nog andere dingen te gaan doen. Het is een beetje dubbelop, want aan de andere kant, je wil natuurlijk wel gewoon die spectaculaire wedstrijden en zorgen dat het gewoon, zeg maar, gewoon een slijtageslag wordt. Nee, je wilt ook een beetje op een normale manier oud worden. Ja, ja, je wil als je 50 bent ook nog een beetje met je kinderen kunnen spelen of met je kleinkinderen misschien wel op termijn. Dus het is heel dubbel. Ja, maar in ieder geval, hij heeft zich op meerdere malen of meerdere manieren bewezen. We hadden het al eventjes inderdaad hoe hij zich na afloop ook presenteerde in de media met het statement. Weet je. Ja, het is wel de kampioen, denk ik, waar Glory heel blij mee is. Nou goed, het is natuurlijk het beste aanhangbord wat je kan hebben. Kijk, dat is dan weer de andere kant. Ik ben kritisch, maar dat vind ik wel een hele grote plus. Ja. Mm-hmm. Maar de reden dat hij zo vecht is ook de reden waarom hij zo lang een kampioen is, toch? Want en dat kan je als bloeddorstige vechtsportliefhebber niet leuk vinden. Omdat je hem, als je hem tegen een Ismael Lazar ziet staan, dan denk je van ja, die moet hij gewoon de eerste ronde eruit slaan. En dat moet hij ook eigenlijk.
Ja. Maar ja, doet hij dat niet, omdat hij vecht zoals hij vecht, dan wint hij wel. En dan is hij wel de kampioen, is hij niet, want anders waren we dat alweer vergeten. Als je, stel je voor dat hij wel erop had gelopen. Had hij wel verloren van Lazar. Ja. Snap je wat ik bedoel? Ja, Lazar dus, heeft geen nek, hè? Die is niet zo makkelijk om ook uit te slaan. Precies, en daarom weet je, je moet drie kogel meegeven dat hij slim is. Hij raakt zonder veel geraakt te worden en daarom is hij zo lang de kampioen. Dan moet je meegeven. Laat iemand hem maar een keer verslaan en dan pas kunnen we zeggen van hij is niet de echte kampioen, snap je? Nee. En ik vond ook, want voor 9000 mensen, dat de sfeer lange delen van de avond best wel tam was. Tijdens die partij stond echt heel Ahoy in vuur en vlam. Hè. Het waren eigenlijk maar twee partijen, die van Nicky en die van jou. Want je had ook een grote schare fans bij je. Ja, ja, ja. Dat er veel rumoer in de zaal was. En ik vond, voor de rest vond ik het een beetje tam. Maar tot aan die partijen toen leek het wel... Ging het los. Ja, maar het moet ook wel bij een hoofdpartij, toch? Ja, dat hoort ook. En dat verwacht je maar. En dan krijgen ze ook natuurlijk waar van op geld. Want dat is waar de meeste mensen denk ik toch wel kwamen. En die zijn denk ik op een wenken bediend. Je hebt ook commentaar gegeven bij zijn wedstrijd, de wedstrijd van Justy. En die liep natuurlijk niet af zoals we dat allemaal zouden willen. Wat vond jij van die wedstrijd? Ja, het ging bij mij een beetje op een vreemde manier. Want ik moest op een bepaald moment, zat ik eerst nog op het extra kanaal van Ziggo. Toen moest ik daar mijn mond houden. Toen was Justy al bezig. En toen was ik nog de samenvatting van Nicky Holsken aan het inspreken. En daarna kreeg ik Justy zijn gevecht nog eens. Dus ik had al gezien dat er wat gebeurd was, maar ik kon niet helemaal meekrijgen of Justy nou gewonnen had of niet. Dus het was best wel raar. Dus toen heb ik op een later moment nog dat ingesproken. Ja, dat is gewoon heel zonde. Het was gewoon dan loop je tegen een knie aan en dan... want ik was er eigenlijk wel van overtuigd dat je zou winnen. Mm-hmm. ik had mijn geld op de knie gezet eigenlijk. Yeah. Ja, ik dacht het zelf ook hoor. Ja, man. Met Rico, van ook iemand waar Glory heel veel aan heeft. Gewoon een slimme vent, goede kop. Heeft ook wat te vertellen als Whitney Miller een vraag stelt. Dus ik had echt zoiets van, het zou super zijn als hij ook nog die titel wint. Want dan heb je weer een uithangbord die ook een goed verhaal heeft. Ja, maar we zijn nog niet klaar hè. Ja, maar thanks voor de complimenten sowieso. Even, je bent... Heb je wel gewonnen natuurlijk. En... Ja, hij komt wel terug. Maar jij bent inmiddels weer veilig thuis, hè? Na Ahoy, want dat heeft toch wel eventjes geduurd, geloof ik. Ja, het zat erop. En toen wilde mijn auto niet starten. Toen moest de wegenwacht nog komen. En uiteindelijk kom 6 uur weer thuis. Gezellig. Nou ja, alsof de avond nog niet lang genoeg was. Hè? Het was wel heel komisch, hè? Van de sleepwagen. Heb je het gezien? Ik zei, ja, ik had het commentaar. Oh, dan hoorde ik je op Facebook. Dus toen kwam zijn telefoontje erbij. En dan... Hartstikke leuk, maar het was een mooie avond. Het was klaar voor de sport. En ik denk ook dat kijkcijfers waren ook best wel goed. Dus ik ook helemaal ben. Ja, volgens mij waren ze wel redelijk. Hè? Ja. Vrij goed. Dus, top 10 toch van Nederland of zo? Top 10? Ja, dit waren er geloof bij de. Jij las ergens een tweet van jou bij de main event. Zaten er geloof ik 700.000 mensen ongeveer, zoiets. Ja, ik kreeg 361.000. Dat zag langs. Scott Rutman tweette nog iets van 650.000 kijkers. Dat was ongeveer een piek voor een kickboxwedstrijd. Dat is echt heel. Ja, niet iedereen heeft Ziggo. En niet iedereen heeft Ziggo, inderdaad. Nee. Is dat, en dan heb je natuurlijk de mensen die stream hebben gekocht. Hè? Dus, ja. Ja, dus 3 maart zie ik je er weer, hè, Sander? Ja. Gaan we het feestje nog een keer beleven. En 16 februari natuurlijk, Bulletal ook nog. Dat vond ik ook nog wel een interessante confrontatie. Chicago, daar gaan we het toch over hebben. Ja. Sander, dankjewel. Fijn dat je weer in de uitzending wilde komen. Geniet lekker van de thuisrust in Groningen. We spreken je snel weer. Hey, doei. Hoi. Ja, hij zei het, ja, hartstikke jammer. Ja, je vindt het zelf natuurlijk het jammerste van allemaal. En wij als Nederlanders, toch een beetje chauvinistisch, hadden het ook fijn weer die een extra Glory belt hier willen hebben. Omdat ik Rico, Robin en Myrtle. Ja. Hoe heb je zelf die wedstrijd beleefd? In het begin als een droom. Gewoon, het ging allemaal heel snel en het ging... dat grote stadion en ik dacht, waar zijn we nou? En ik word straks gewoon kampioen hier, dit, dat. En toen, eigenlijk iets te veel in die droom, weet je. Normaal heb ik heel erg die focus en die rust.
Maar doordat het me allemaal best wel veel was, zat ik best wel hoog in emotie. En heb je het na die wedstrijd ook zelf een beetje kunnen merken. Maar ik zat hoog in emotie en dus ging ik ook wat anders vechten. Ik kwam anders op, ik stond anders in die hoek, ik vocht wat anders. Iets minder slim, iets minder rustig. En dat heb ik, mijn laatste verliespartij had ik dat ook, weet je. Dat was tijdens mijn eerste Glory, eigenlijk mijn Glory debuut, won ik de eerste partij, verloor ik de tweede van Adesanya. Was ook te veel emotie, weet je, te weinig nadenken. En daarom ben ik ook op die rechterstoot gelopen. Dat gebeurt me niet, dat ik naast iemand zijn rechtervoet stap, terwijl ik zelf een rechter maak. Dat betekent gewoon dat je vol voor zijn rechter, weet je, komt. En toen liep ik op die eerste rechter, boom. Ja, en daarna die knie, dat is gewoon slim van hem, omdat ik... Hij moest herstellen, dus vol in een full guard gaan staan, snap je? Ja. Dicht gaan staan, hij komt met de knie tussendoor open. Ja. Ja, die eerste twee rondes had je op de scorecards had je die gewonnen. Ja, dat voelde je zelf ook zo? Ja, duidelijk. Ja. Ik voel ook gewoon, als je met iemand in de ring staat, dan voel je heel snel of je beter dan diegene bent. Ja. Snap je? En ik voel... Je ziet er nu gelukkig weer een stuk beter uit. Ja, man. Heavy, hè? Ja. Ik voelde gewoon tijdens die hele partij van luister dan, het gaat gewoon goed. Het is gewoon ik vind het heel leuk hoe jij het beleeft. Want ik vond jouw juist heel rustig ogen. Je zat te kijken. Dat zie je hoe bedriegelijk dat dan is. Ja. Maar de storm vond je van heel binnen. Rustig. Ja, die storm zit van binnen. Ja. En ik voel het ook. Ik voel dat ik gespannen stond. Ik zie het ook als ik het terugkijk. In mijn bewegingen voel ik dat ik niet zo lekker beweeg als ik normaal doe. Lekker naar links bewegen. Lekker, weet je, af en toe een stapje terugnemen. Zag ik allemaal niet terug. Ik zag gewoon die spanning en die... Weet je, van we moeten. Maar juist is het soms beter om af en toe ook een stapje terug te nemen om er daarna weer twee vooruit te maken, zeg maar. Ja, het is ook niet niks natuurlijk, op zo'n podium. Is het lastig om voor de tweede keer tegen dezelfde gozer te spelen? Ik heb daar op zich niet zo'n groot probleem mee, omdat... in de gym spar je natuurlijk heel vaak met dezelfde mensen, toch? Ja. Dus het is eigenlijk alleen maar een voordeel. Ik wist hoe die vocht, ik wist wat die kwam gaan doen, maar dan misschien deze keer met een iets hoger vuurtje. Zelf had ik ook het idee van, ik had het idee van als ik precies zo vecht als de vorige keer, dan win ik 100 miljoen %. Dat zat in mijn hoofd. Maar wat ga ik doen? Ik ga iets meer risico nemen om het publiek wat meer te geven. Ja. En je hebt gezien hoe dat deze keer is geëindigd. Maar. Ja, weet je dat dan ook? Je hebt natuurlijk die partij tegen Jason Wilders, je vorige partij, waarmee je dit titelgevecht eigenlijk afdwong. Ja, deed je dat eigenlijk ook? En toen lukte het wel. Toen lukte het wel, ja. Is het dan toch het verschil van die druk van die 9000 man? Dat was inderdaad het verschil van hoe ik in de spanning zat, man. Bij Jason was ik zo relaxed. Ik kwam op met een grimlach. Ik voelde me gewoon top, weet je. Ik wist 100% dat het goed ging. En hierover was ook, de voorbereiding was goed, was geen probleem. Alleen op de dag van de wedstrijd zelf zat ik niet helemaal 100% in mijn focus. Ja. En dat wordt afgestraft met 1 centimeter. Dan krijg je die knie. Ja. Op het moment dat die knie raakt, want je hebt eerst die rechterstoot, dan loop je daarna op die knie. Ja. Voel je dan op dit moment al, dit is linkerboel, dit is verkeerd? Kijk, ik voelde na die stoot, tenminste, ik heb wel vaker dat ik op een stoot loop en dat ik voel van oeh, die zit, weet je. En ik herstel vaak heel snel van dat soort stoten. En ik voelde dat ik zou gaan herstellen en ik had de tijd even nodig, snap je, om hem even te blokken. Ga maar slaan, weet je, ik weet zijn energiebar, die gaat langzaam omlaag, hij gaat me toch niet eruit krijgen. Maar hij gaat lossen. Maar hij ging niet lossen, hij gaf een knietje tussendoor. Ja, toen hij die knie zag, ik zag alleen maar de binnenkant van mijn ooglid. En ik wist wel, kijk, wat een jaap dit is. Ja. Ik wist wel dat het klaar was en die arts kwam nog. Hij zei afgelopen, ik zeg nee, ik kan niet. Weet de dokter stond volgens mij nog niet eens halverwege het trapje, toen liep al met zijn arm te slaan. Maar dit kan ook niet. Ik voelde het wel al, in principe, toen ik zag het. Het stuk huid, als ik keek, dan lag die zeg maar op mijn oog. Dus dat was niet goed, man. Goed, dan verlies je hem. Ja. Hoe groot is dan de teleurstelling? Want je had hier heel hoog op ingezet, hè? Ja, man. Ja, dat is levensgroot. Dat is, kijk, ik ben iemand, ik train altijd. Of ik nou een verjaardag heb, of dat ik een partij niet binnen 2 maanden heb, maakt niet uit. Ik train omdat ik beter wil worden, snap je? En als je dan zo'n wedstrijd krijgt, de wereldtitel, dan ga je helemaal alles aan de kant schuiven, toch? En ik was eigenlijk al, ik zag het niet als een einde. Ik zag het weer als een nieuwe opening, van een nieuw begin, snap je? Van, oké, dan ben ik de kampioen. Dan ga ik dit en dit en dat doen.
Maar dat doek valt gewoon eventjes. En dan moet ik weer een stapje terug. Dus dat voel, dat is heel, heel vervelend. Ja, je verwoord het nu heel mooi en rustig en wel bespraakt en wel overwogen. Ik heb een fragmentje van net na de wedstrijd. Zit je bij de medical check, zei je volgens mij het hechten. Dan ben je volgens mij iets minder wel overwogen en rustig. Ik ben benieuwd. Ik denk dat ik door de deur open, denk ik, laat maar even zitten. Ik loop maar even door het deurtje door. Volgens mij gaat het niet helemaal goed daar. Met wie zit je daar? Met alleen de arts of is die trainer erbij? Nee, twee artsen. Mike was er. Sergei Adamchuk was er. Om me rustig te houden. Lukte niet echt. Colin kwam er om me rustig te houden. Ja, waren wel meer. Ja, het eerste wat ze deden was gewoon eventjes loslaten. Razen. En daarna gingen ze een beetje om me inpraten. En toen werd ik ook wel wat sneller, was zelf wat rustiger. Ja. Heb je dat vaker gehad, dit soort momentjes? Ja, de vorige keer dat ik verloor was ik ook niet zo blij. Dus, nee, maar dat is zoals ik jou al voor de uitzending heb uitgelegd. Dat heeft te maken met dat dit gewoon echt mijn leven is, snap je? Dit is gewoon heel belangrijk. Het is niet alsof ik een potje FIFA verlies, snap je? Dit is gewoon echt heel belangrijk ook voor mij. Ook niet leuk, maar... Is zeker niet leuk. Maar... Ja, ik leg me daar gewoon neer. Nee, maar dit zit mij dan heel, heel, heel diep. Dus ja. En een praktijkvraag, want hoe ver zit het je nu terug, zeg maar? Wat moet je nu doen om weer een rematch af te dwingen? Ja. In principe op mijn levenslijn of op mijn persoonlijke groei zet het me niet terug, snap je? Hier kan ik juist weer alleen maar van groeien. En, maar op de ranking bijvoorbeeld. Ja. We moeten nu eerst gaan afdwingen van een wedstrijd gaan afdwingen tegen wie. Kijk, ik denk nog steeds dat ik zwaar aan de top hoor van de middleweight divisie, snap je? Pereira heeft nu laten zien dat hij de betere man... Toch van het weekend was hij de betere man. Ik zeg niet dat hij beter is dan mij, want dat geloof ik oprecht niet. Ik geloof dat ik beter dan hem ben. We staan nu 1-1. Mm-hmm. Hij is de kampioen. Dus in principe, wat mij betreft, doen we gewoon nog een partij. We moeten kijken hoe Glory daarin staan, hoe de fans daarin staan. Moet ik me eerst weer even bewijzen tegen bijvoorbeeld de contender winnaar? Of willen ze hem eerst even een keertje zien tegen, ik weet niet tegen wie. Die Marcus heeft die afgedroogd alsof het een klein kind is. Dus die Marcus verdient het niet. Jason Wilnes, heb ik laten zien dat ik een paar maatjes te groot voor ben. Ja, dan heb je nu een contender winnaar. Die zetten ze niet meer tegen de kampioen tegenwoordig. Nou, laat hem maar tegen mij, zoals ik tegen Jason. Ja, precies. En daarna... En dan de winnaar weer een keertje Pereira. Ja, jij had een scenario in je hoofd dat je wel een mooie omgeving vond voor zo'n rematch. Ja, kijk, de eerste keer hebben we op neutraal gebied gedaan, Kopenhagen. Heb ik gewonnen. De tweede keer hebben we het op mijn thuishaventje gedaan. Een beetje dan natuurlijk. En bij hem thuis, om het even eerlijk voor hem te maken, toch? En dan hebben we gewoon een mooie trilogie. In Brazilië, in het volgende leeuw. Ja, graag man. Ik denk dat het mij dat wel pit kan geven. Ik denk dat hij dat ook wel wil, in ieder geval in zijn eigen stad. Hij wou het nu al eigenlijk uitrekken tot daar, dat weet ik nog. Toen ben ik begonnen met die social media campagne. En toen hebben we die wedstrijd toch nog niet gekregen. Even geholpen. En dus nu april. Maar ik zou nog wel een partijtje eerder willen, om eerlijk te zeggen. Dus hoe ze het gaan invullen, moeten we bij Glory laten. Maar even die passie, hè, die je dan even zo ziet, dat hij dat spreekt jou wel aan, denk ik, of niet? Oh, absoluut, ja. Het is, die beleving, die... Ja, ik speel voetbal op een heel laag niveau tegenwoordig, maar als ik verlies, dan... Dan kan je ook beter uit de buurt. Inderdaad. Alleen, ik zit met 11 man naast me. Dus, tuurlijk spreekt dat aan. Dat is... Ik denk dat echte gelaten verliezen ook niet echt de top halen, weet je wel. Je moet... Gewoon wel echt flippen. Gewoon. Ja, maar iedereen verwerkt dat op zijn eigen manier. Het is wel zo, maar als je te gelaten bent, weet je, als je geen passie toont, dan... Kijk, Nicky Hoske, die verliest zaterdag ook. En dat was voor hem toch ook wel een beetje een make-or-break gevecht na twee achtereenvolgende verliespartijen. En daar gaat gewoon een half uur de kleedkamer op slot. Dan hoor je gewoon niks. Je zit gewoon, stel ik me voor, op een stoel... in de ruimte te kijken. Ja. Die heeft daar weer een hele andere modus voor. Ja, weet je wat het is? Kijk, dit is te meten. Snap je hoe iemand na de wedstrijd reageert? De ene is stil, de andere die slaat een keer tegen een deur aan. Dat is waar wij dan uit kunnen concluderen of hij baalt of niet. Okay? Maar zoals jij zegt, dat weet je niet. En wat je daarna doet in de sportschool, dat is het belangrijkste. Dan pas kun je zien of hij echt baalt of niet. Dus als Nicky volgende week zijn handschoenen aantrekt, twee keer per dag keihard gaat trainen, harder dan ooit tevoren... Dan weet je of hij het serieus neemt en of hij dit of dat, weet je. En of hij echt, echt baalt. Ik weet van mezelf dat ik nu harder ga trainen dan ooit tevoren. En daaraan kan ik laten zien dat dit echt mijn ding is, weet je. Dat dit echt mijn leven is.
Ja, je bent nu inmiddels inderdaad wel een beetje relaxed. Wanneer sta je weer in de sportschool? Wanneer wil je? Ja. Je moet ook wel eventjes gas terugnemen. Ik zei tegen Mike, ik kom deze week, weet je. Ik zei, ik kom dinsdag. Hij zei, nee, pak even je rust. Hij zegt, minimaal tot donderdag moet je je rust pakken. Dus ik ga kijken, man, of ik er vrijdag weer sta. Of niet. Ja, ik had ook in principe, ik had de plan om even naar het buitenland te gaan. Als ik had gewonnen, had ik dat zeker gedaan, weet je. Maar nu zit daar toch wel een klein beetje in veranderd. Ik ga toch even kijken of ik die rust als goed kan pakken, snap je? Op basis van mijn, of, ja, toch, richting mijn sport, dat het goed is. Of dat ik gewoon weer op de mat moet gaan staan, man. Ik ga er nog eventjes goed over nadenken. Alles op zijn tijd. Alles op zijn tijd. Even tussendoor, we zijn al even onderweg, maar als je vragen, opmerkingen of gewoon een goede mop hebt, laat het even weten. Of op Twitter via @vechtersbaas of gewoon via ons YouTube-kanaal Vechtersbaas. Ik begrijp in ieder geval dat Peter Quinn zit te kijken. Peter, heel goed, we verwachten jou hier ook een keer aan tafel. Groot vechtsportliefhebber, Tweede Kamerlid van de SP. Absoluut. Die, ja, die heeft ook ongetwijfeld ook... Vechtsport op termijn. Absoluut, ja. Absoluut. Die heeft hier in Amsterdam natuurlijk ook wat nodige goeie gedaan. Ook met die vechtsportautoriteit en dergelijke. Dus, ja, zeker. Hartstikke goed. Ik wil even iets anders aanstippen. Namelijk het, ja, het is toch alles schijn van die vechtsport een beetje in die mainstream terechtkomt. We hadden het er voor de uitzending al even over. NOS heeft gewoon een hele uitgebreide reportage. Heeft Rico een aantal dagen gevolgd. Maakt een mooi evenwichtig portret van hem en over het evenement. En dat is iets wat... in ieder geval in mijn beleving nooit gebeurd is. Want ook in de hoogtijdagen van de K1 met Host en Arts, noem maar op. Ja. Nooit aandacht aan besteed. En je ziet het ook een beetje aan wat er in de zaal zit. Hè? De BN'ers die willen allemaal graag om die ring heen zitten. Vinden het interessant. Rico natuurlijk. Ja, ik denk dat dat de hoe zeg je dat? De vlaggedrager van. Die heeft heel veel BN'ers in zijn slipstream. Die ja. met hem op de foto willen. En vroeger was het ook andersom. Wilde je als vechter misschien wel met... met de bekende DJ of filmster op de foto. Ja, ja, dat is denk ik wel een ja, misschien, ook al zou je het misschien niet leuk vinden, wel een belangrijke ontwikkeling. Want dat, ja, ik vind het een hele goede ontwikkeling. Ja. Ik zie dat alleen maar als iets heel positiefs. Laten we heel eventjes, voordat we daar verder over praten, kijken een kleine impressie van inderdaad de mensen die dan rond Rico heen hangen, die de wedstrijd volgen en daarna met z'n allen op de foto gaan in de kleedkamer. Let's go. Lekker, rustig met de tang. Lekker, lekker, lekker. Yeah! Kijk, dit is dan net na die wedstrijd. Dat wil iedereen natuurlijk met op de foto. Met op dan voorop. Die had als eerste een selfie te pakken volgens mij. Ja, Alain de Engelaar zien we daar. Heb je ook de bal geschaald en alles had? Deze? Zwaar. Ja, maar deze zal ik nooit winnen hoor, deze. Geloof me. Ja, Dino misschien wel. Ja, maar dat was intens. Ik heb hem getraind, ik heb Rico zelf getraind. Maandenlang heb ik met Rico gewerkt, ik heb Rico gezegd precies wat hij moest doen. En aan het einde, in het begin had hij niet me schrikken, maar daarna zei ik hem, geef die ene links, geef die ene rechts, die ene trap, die ene knie. En er was geen knie, maar dat maakt niet uit. Maar Rico luisterde naar mij. Ik ben die hele manager, die hele team. Dus als je wil winnen, kom bij mij trainen in mijn sportschool. Ik heb geen sportschool, maar breek ergens in. En ik train. Let's go. Let's go. Brapapapapa. Nou, ik moet jou Rico vragen hoe met hem gaat. Ik heb geen klappen gehad. Nou, weet je wat wel mooi is? Rico zegt altijd, als mijn benen fit zijn, dan ben ik fit. En nadat hij die eerste ronde zoveel klappen kreeg en bleef staan, dan wist je dat de kans dat hij zou winnen alleen maar groter wordt omdat hij fittere benen heeft. Ja, precies. En hij doet precies wat hij wilde zeggen. Tweede ronde was voor hem, derde ronde was voor hem, vierde ronde was voor hem. En vervolgens kreeg hij vijfde ronde knock-out. Kijk, en dat is dan een bonus, maar uiteindelijk had hij ook wel met 4-1 gewonnen. Ik doe net alsof ik er verstand van heb. Maar. Ik wou net zeggen. Ja, een hele analyse. Ik bedoel, ik ben nog steeds aan het trillen. Ja, ik stond eens in die ring. Kijk hem staan, alsof hij gewoon boodschappen gedaan heeft. Nee, het was echt mooi. De eerste ronde was heel spannend. Ik kreeg een paar goede tikken, als je het mij vraagt. Maar daar heeft hij ook gelijk gewonnen, als je het mij vraagt. Want Jamal ging van dit naar dit. Die raakte verbaasd van dat hij niet neerging. En ik ook eerlijk gezegd. En de vijfde ronde slaat hij hem finaal neer. Dus, Er was ook één BN, die niet zo blij was met de uitslag. Duidelijk een Jamal supporter. Hij heeft nog een liedje gemaakt voor hem, hè? Hij heeft een liedje voor hem gemaakt? Ja. En die heb ik dan nu even gemist. Maar... Ja.
Hadden ze vlak voor de partij gedaan. En daarmee kwam je ook op, volgens mij, toch? Oh, dat heb ik niet. Ja, goed, dat is wel even langs mij heen gegaan. Maar goed, eventjes, het geeft me aan dat, ja, dat steeds meer mensen, en ook de media, ja, kickboksen wordt een beetje salonveeg. Mm-hmm. Merk jij dat ook? Dat je meer aandacht van media krijgt, dat mensen een beetje op de foto willen bijvoorbeeld? Ja, media, van media merk ik het. En ik merk het inderdaad met de BN'ers, dat ze me ook allemaal toch de respect geven na zo'n partij. Ja, en ik vind het een hele mooie ontwikkeling, man. Sowieso in het dagelijkse leven ook, in de maatschappij, hoe vanuit alle bijvoorbeeld alle type mensen die zelf ook gaan kickboksen, snap je? Ja. Op recreatief niveau dan. Maar ik vind het gewoon mooi dat ze die sport ook zo leuk vinden om te doen. Ja, het is voor jullie ook prettig, want jullie komen natuurlijk ook weer in de kaker van sponsoren. Mm-hmm. Dat is ook een leuke bijkomstigheid, dat die jongens er weer zometeen beter van kunnen gaan leven. En wat ik een punt vind, wat jij al een beetje noemde, NOS, die echt 30 jaar lang de sport... Ja, niet alleen NOS, maar ook Boulevard loopt er rond en weet ik wel wat nog meer allemaal. Feitelijk iedereen op dit moment, toch? Ja. En dat is, dat is op zich... aanbrekend wat er is gebeurd, omdat de NOS heeft het echt genegeerd. Ja. En nu springen zij er ook in en dat is wel echt een dingetje. Ik denk ook dat iedereen wel weet vanuit welk perspectief ze dat heel lang genegeerd hebben, want het is... wat dat betreft denk ik toch wel de credit, of tenminste mede mogelijk gemaakt door Rico Verhoeven. Een heel ander persoon misschien wel, want ja, Nederland staat al jarenlang aan de top. Is niet alleen door Rico Verhoeven. Ik bedoel, er zijn genoeg boegbeelden geweest. Zeg maar, ja, maar dat bedoel ik. Maar er zijn veel grotere namen geweest in het verleden. Ja, maar nu pas durven ze erin te stappen met het type Rico. Ja, dat kan het zijn. Dat kan één zijn. Maar twee kan ook gewoon zijn dat die sport zich zo heeft ontwikkeld. Want het is een jonge sport, toch? Mm-hmm. En ik denk dat die nu dus vanuit de sport zelf, vanuit binnenuit, dat er ook gewoon steeds meer, dus hoe glorie zo'n organisatie, hoe professioneel ze het aanpakken, die dopingtesten die ze sinds kort doen, allemaal dat soort kleine dingetjes waar je misschien als in de buitenwereld niet eens op zou letten, wat de sport toch schoner maakt en toch, weet je, die VIP-tafels zijn weg. Ja. Het zijn nu gewoon alleen nog maar VIP-stoelen dan, maar je merkt gewoon dat ze kleine aanpassingen maken die in de ring niet te merken zijn, dus het vechten blijft hetzelfde. En wat toch de sport schoner maakt in principe, weet je. En dat is wel mooi, man. Ik merk het zelf vanuit mijn eigen familie, weet je. Gewoon, ik kom uit een hele nette familie. En ze begrepen het vechten in het begin helemaal niet. En nu heb ik gewoon oud-tantes en allemaal dat soort dingen die gewoon komen kijken naar zo'n partij. Oh, wat geweldig, weet je. Ook als sta ik daar, weet je, ligt mijn half gezicht eraf. Ja, zij begrijpen gewoon nu gewoon van, luister, het is een sport. Jij vindt dat mooi. En ja, eigenlijk heel veel mensen vinden het mooi. Zo werkt het ook een beetje, toch? Ja. Dus wanneer iedereen het een beetje mooi vindt, dan is het weer wat normaals, toch? Het wordt gewoon heel normaal. Dat is een bepaalde erkenning ook voor jou, want je bent net als elke andere topatleet, werkt natuurlijk keihard, traint keihard, doet er net zoveel voor als iemand die wel misschien elke zondag op televisie is. Ja. En het feit dat dat nu gebeurt, draagt er wel aan bij, denk ik, dat jij dat ook zo voelt. Ja. Dat je die erkenning krijgt. Ja, erkenning. Dat is ook belangrijk. Ja. Maar als je het al hebt over die erkenning die je bijvoorbeeld van BN'ers krijgt, noemen ze wat, wie zijn de mensen die met jou geaffiliëerd zijn? Ja, eigenlijk vooral de mensen die je net hebt gezien daar, daar heb ik het over. Ja. En een beetje in het rapcircuit, hè? Want daar heb je natuurlijk heel veel bekend. Dat is omdat ik daar al uit het verleden veel mensen ken. En die volgen het ook allemaal gewoon. Zo volgen we elkaar een beetje. Ja. Even iets wat je hebt. Je bent, was ook een rapper. Ik weet, ik heb je wel eens een rapper. Ik heb gerapt. Ja, klopt. Ja, dat heb ik voor jou gedaan. Van jou van, ja. Dus 17 jaar. Van jouw jongen. Ja. Amsterdam Noord, vak onderschat en betwist. Het tegendeel is nu bewezen, dus die enter wordt gefixt. Deze status als mijn fake shit is moeilijk te slikken. Maar ik druk het door je strot, ik prik je hersen tot midden. Ja, helemaal flow, hè, jongen. Ja, absoluut. Ja, man. De rap stond nog wel. Ja, misschien groeien jullie wel evenredig rap en de vechtsport zien. Want rap was toen nogal underground. En daar moest je je best voor doen, zeg maar. Tegenwoordig word je ermee doodgegooid. Ja. Overal. Maar dat is natuurlijk wel een stroming die je ook al langer wel aardig vindt. Hè? Rappers en vechters, dat is een combinatie die je veel ziet. Ja. Ook een beetje rauw. Ja. Boeven is inderdaad wel volgens mij met de vechter geaffilieerd waarmee die opkomt. En dan jouw achtergrond, dat is toch wel iets meer... Ja, dat is altijd wel een beetje geweest. Ja. Maar sowieso, hè, showbiz en vechten. Toch ook boksen en de muziek in Amerika. Toch? Ja. Altijd wel een beetje... Ja, het is ook showbiz, toch? Vechten. Dus ik denk dat we daarom wel met elkaar een beetje...
Ja, jij profileert je ook zo. Jij bent dan wel met je showman. Je houdt wel ook van een beetje gepeperde teksten op social media en een opkomst. Je maakt er een show van. Ja, ik weet, omdat kijk, als ik het alleen maar deed om te vechten, dan deed ik het wel binnen, weet toch, achter gesloten deuren. Maar ik weet dat ik het ook doe voor mensen die kijken, die houden van om te zien, snap je? En ja, daar hoort dan de hele show, alle show-elementen horen daar een beetje bij. Ja. Is dat echt richting je tegenstander toe, uitlokken rechtstreeks, et cetera? Ja, maar dat ga ik niet in een DM doen, snap je? Het is niet persoonlijk. Nee, tuurlijk niet. Ja, nee. Maar zoals je zegt, ja, dat is gewoon het is openbaar een gevecht inluiden. Ja. Geef wel een extra dimensie als je verliest, of niet? Nee. Als je in de voorbereiding beide. Een beetje grote mond hebt gehad. Ja, beide. Dan, ja. Ja, ja, ja. Ja. Wat geeft altijd een extra dimensie, is zoals met Rico Jamal kijkt. Ja. Die mocht elkaar echt niet, ja, weet je wel. Ja, ja, en dat geeft gewoon extra smaak aan die partij. Ja. Dat maakt het extra lekker. Ja, maar is het voor jou, is het proberen het gevecht te hypen? Mm. Om mensen warm ervoor te maken? Of is het voor jou proberen om je tegenstander een beetje uit balans te brengen? Psychologische oorlogsvoering. Ja, dat verschilt. Bij deze was het echt puur omdat ik dat gevecht wou hebben. Snap je? En ik merkte dat je er anders niet zou komen. Soms is het wat persoonlijker. Maar in dit geval was dat zeker niet het geval. Kijk, we kennen elkaar van toen in Kopenhagen, we hebben tegen elkaar gevochten. Verder zat er helemaal geen persoonlijk randje aan. Verder, sterker nog, we kunnen niet eens met elkaar communiceren. Snap je wat ik bedoel? Dus, ja. Geen woord Engels. Ja, maar nee. Dus weet je, ik heb het wel eens eerder gehad dat het wel wat persoonlijker was, maar nu niet. En het was nu echt puur voor de fight fans van, wij gaan matten. En dat gaan we ook echt doen, weet je. En zorgen dat die partij er komt. En dan willen mensen het ook eerder zien. En dat je zegt van, we gaan een sportief wedstrijdje spelen. Dan willen mensen het niet helemaal niet zien. Bij je vorige wedstrijd tegen Wilders? Ja. Toen heb ik jou ook je pijlen aardig op hem gericht. Ja. Was dat, hoe zat dat dan? Ja, ik denk dat het toen wel iets meer richting hem was. En ik weet niet waarom, maar ik merkte wel dat hij redelijk onzelfverzekerd de ring instapte. Ja. En ik deed niks zeg maar gemaakt of zo. Het was gewoon van mij naar hem. Het was niet van ja, als ik dit zeg, dan gaat hij hier of vandaan. Nee, het was gewoon ik had gewoon zin om hem te fokken. Ja, maar, dit is wel echt iets heel erg van vechters. Hè? Het natuurlijk een 1-1 gevecht is. Dat zie je voetballers in Wesley Sneijder. Zie je niet de spits van Fenerbahçe in het weekend eventjes beledigen? Ja, ja, dat ligt er een beetje aan. Dat is natuurlijk, er staat een veel groter vergrootglas op. Dus je durft niet, de meesten willen dat ook gewoon niet. Omdat het gewoon ook je inkomen is en dat soort zaken. Bij sommigen zie je het. Het wordt wel overal natuurlijk stukken minder. En dat heeft zelfs in de passionele Turkse competitie. Neemt dat af. Maar je ziet juist in het voetbal dat de andere kant bijna niet mogelijk is. Als bijvoorbeeld iemand die gewoon, weet je, met elkaar bij het Nederlands elftal een fotootje op Insta liked van een Ajax-seat bij een PSV of zo. De hele achterban wordt helemaal lijp van, dat kan niet. Dus dat is ook weer niet goed, zeg maar, als je met respect met elkaar omgaat in die zin. Misschien in het voetbal Zlatan een beetje, die dat nog wel eens doet tijdens de wedstrijd. Tijdens de wedstrijd, hoe ze elkaar uitschelden, hun moeders, geloof, afkomst, racisme, alles kom je tegen op het veld. Maar dat is gewoon waar mensen heel vurig ergens in staan, dan krijg je dat soort dingen. En ik denk dat, zoals jullie net zeiden, dat ik daar in de kleedkamer een beetje mezelf laat gaan, dat jij dat mooi vindt. Ja, ja, zolang het binnen de grenzen is, laat het alleen maar zien dat iemand gewoon heel erg, het woord eventjes kwijt, maar gewoon gebrand is om te winnen, even, snap je? Ja. Ja. En dat kan af en toe door een scheldwoord eruit te gooien of door gewoon iets agressiever te zijn. Maar zolang het binnen de grens is, net als het trash-talken wat ik doe richting mijn tegenstanders, het heeft altijd zijn grenzen. Ja, maar waar ligt bij jou de grens? Want jij bent iemand die maatschappelijk betrokken is. Die maakt je druk om de vluchtelingen in Syrië. Ja, ja, ja. Je bent zelfs een keer naar Griekenland geweest om vluchtelingen te helpen. Ik zag laatst weer een hele post van jou op Facebook, op social media. Ja. Over de slavernijtoestand nu in Afrika. Mm-hmm. Dus het zijn wel dingen. Je denkt wel verder dan de lengte van je bokshandschoenen na. Mm-hmm. Waar ligt bij jou de grens in wat wel en niet toelaat? Ja, dat is ook zoals jij zegt, gewoon verder denken dan je neus lang is. Ik denk dat wij allemaal die grenzen wel ongeveer kennen.
ik heb ooit gezegd, Muhammad Ali is ooit echt begonnen met het trash-talken. En hij heeft ook meteen die grens aangegeven. Snap je? Je gaat niet over iemands familie praten. Je gaat geen racistische opmerkingen maken. Je gaat niet. Snap je? Geen hele persoonlijke dingen. Maar je kan over iemands vechtkunsten praten. Je kan over iemands uiterlijk praten, in mijn ogen nog. En weet je, dat soort dingen vind ik dat allemaal kan. Gewoon echt op de persoon zelf. Maar ja. Met de persoon zelf te maken hebt, valt allemaal wel mee. Ik denk dat we het allemaal zelf wel een beetje weten, toch, waar die grenzen liggen. Ja. Ik wil even hebben over Gökhan Saki. Nog een trainingsmaatje van jou, alhoewel die volgens mij al een tijdje uit de mix is. Daar heb ik nooit echt mee gedaan. Bij jullie, die zou natuurlijk onlangs vechten bij UFC in Tokio, moest afzeggen vanwege een knieblessure. Ja. Is inmiddels volgens mij 24/7 onder surveillance. Ja, hij zit in het Performance Institute van de UFC. En dat is een soort van enorm vechterslaboratorium waar vechters zich allemaal kunnen voorbereiden, maar dus ook kunnen herstellen van blessures. Ja. En ja, daar zit hij al wijken. Dat ja, hij heeft zin volgens mij. Nou, ja, vind het wel gezellig daar, geloof ik. Dus dat, maar hij ziet het steeds meer, want de tegenstander van Alistair heeft zich ook helemaal voorbereid daar. Conor heeft zijn voorbereiding tegen Floyd helemaal in het instituut gedaan. En nu is Gökhan er dus ook. Ja, het lijkt erop dat het veel aangelegen is om snel weer klaar te stomen. Want ik weet, UFC wil volgend jaar misschien wel naar Istanbul. Ja, en dan is het lekker als je Gökhan Saki meeneemt. Want hoe gaat het? Ze zijn altijd al gek geweest van vechtsport. Laatste jaren ook wel, zeg maar, gewoon met niet-Turkse vechters. En ja, hij is gewoon wel een grote meneer daar. Zodra de partijen zijn, zie je het heel erg ophypen. Het is niet zo dat ze dagelijks, weet je, het moet het niet groter maken dan het is dat dagelijks de pers vol staat. En hij heeft een hele grote reputatieboost gekregen omdat hij Wesley Sneijder, over gekke combi's, maar Wesley Sneijder helemaal fit heeft gemaakt. Die kwam toen van Inter over, helemaal zag het niet meer zitten. Ik had nog wel een beetje hoop, maar zag ook wel dat hij niet fit was. En eigenlijk sinds die twee elkaar gevonden hebben op het trainingsveld, alleen maar top. Alleen maar liefde. En hij is ook grote Gala-fan, hè? Ja, zeker. Maar bij de kampioenschap stond hij op het veld met de vlag te zwaaien achter Sneijder. Dus dat zit wel goed. Ja. Maar ik denk, als UFC met hem aankomt zetten om het daar naartoe te brengen, dat een hele verstandige, hele verstandige set is. En weinig risico. Het zit wel vol. Ja. Vechten die jij ook wel ziet zitten? Zeker, man. Ja, hij is toch een van de beste kickboxers geweest. En ja, waarschijnlijk nog steeds. En in de UFC doet hij het ook heel goed. Ja, zijn stand-up is gewoon, is gewoon perfect. Dus, is het dan niet zonde? Jij bent een kickboxer, puur zak nu nog. Ik weet niet wat je plannen zijn, maar mannen als Tyron Spong eerder al en Gökhan Saki die dan verloren gaan voor het kickboksen. Vind je dat ook niet jammer? Ja, het had wel een beetje te maken met die tijd waarin zij piekte, zeg maar. Dat was een tijd dat kickboksen eigenlijk op zijn kont lag. En nu komt hij er wel een beetje uit. En ik weet niet of je het hebt gezien, maar ik zag zelfs dat Tyron Spong zichzelf aanbood voor Badr Hari. Dus ze komen allemaal weer terug. Kickboksen, die komt echt weer... Trouwens, de partij al 10 jaar omgevraagd. Nou, dat zou natuurlijk wel op slaan. Heb je het gezien? Hij zei van, write the check and I'm there. Dus, weet je. Wel een partij waar ik Tyron Spong persoonlijk een van mijn favorieten. Ja, mij ook. Ja, dat is over echt puur talent gesproken, is dat wel een van de grootste. Wel mooi. Even over die overstap, hè. We hadden het vorige week al over kickboxers die naar het MMA gaan. We hebben laatst een paar MMA-vechters die komen naar de kickboxen toe. Dus er is een soort kruisbestuiving gaande. Is dat iets voor jou? Zie jij jezelf ooit zo'n overstap maken? Er is interesse vanuit de boksen in Engeland. Maar ja, dat is nog helemaal niet vormgegeven. Ze hebben wel plannen, alleen dat valt niet te combineren nu met hoe ik in het kickboksen sta. Ja. En als ik ergens voor ga, dan ga ik er 100% voor. Dus ik heb het zo ook gezegd. Ik zeg misschien in de toekomst, maar op dit moment ligt mijn focus daar niet op. Dus hoe gaat het dan? Hoe wordt die interesse kenbaar gemaakt? Ik kan niet uit de lucht vallen, denk ik. Ja, nee, het is een jurist die daar voor veel boksers juridische zaken heeft gedaan. Dus voor een Kaan. Hoe heet die andere nou, light heavyweight champion van nu, Bellew. En in elk geval, hij zegt van, ik zie dat jij gewoon heel veel potentie hebt in het Arabische wereld nu.
in het boksen. Want we hebben geen Arabische goede bokskampioen op dit moment. Hij zegt, ja, ik denk dat je wel goed kan boksen. En ja, dan moeten we weer bouwen. En je weet hoe het gaat met het boksen. Hè. Je ziet het met Nicky, ja. Je ziet het met Tyrone. Je krijgt gewoon journeyman. En ja, ze geven gewoon 10 journeyman. Je bokst eruit. Je maakt een mooie highlight. En je begint langzaam maar zeker met een mooi praatje begin je kampioen uit te dagen. Dat is een beetje hoe het gaat, snap je? Maar ja, daar gaat toch tijd in zitten. En voor mij staat kickboksen nu op 1. En hier heb ik ook nog genoeg doelen te behalen. Snap je? Eerst die middleweight titel. En vervolgens denk ik dat ik eerder de light en de heavyweight titel ga pakken. Oh, je hebt de mannen richting, plannen, oké. Okay. Dan dat ik naar het boksen ga. Dus dat is niet per se mijn plan, maar ik zeg dat eerder. Oké. Okay. Ja, ja. Nou, dat heb je nog. Die light heavy die staat wel echt in de plannen. Dus zodra ik die middleweight titel pak en misschien nog een paar keer verdedig. Maar ik denk dat ik dan eind 2018 wel klaar ben in de middelgewicht. Dus voorlopig ben je in ieder geval nog in het kickboksen te bewonderen? Dat zeker weten, dat zeker weten. Nou, ja. Goed, nou ja, die crossovers die vallen natuurlijk al uit de lucht. We hoorden van de week Rico voor zijn wedstrijd zeggen van nou ja, hierna. Want dus dan is de vraag hè, altijd ja. Van wie nu? Want hij heeft die hele divisie bijna schoongeveegd. Ja. Ja. Badahari komt er dan nu weer aan. Ja. Maar dan blijft er niet zo heel veel over. Dus hij zei, nou ja, ik zou inderdaad zo'n crossover fight met bijvoorbeeld Alistair Overeem, wat natuurlijk al een tijdje in het nieuws is geweest. Mm-hmm. Maar bijvoorbeeld ook Anthony Joshua, bijvoorbeeld een keer, en boksen. Nee, ja. Nee, dat zie jij niet zitten. Ik Rico, nee. Rico niet. Badr eerder wel. Badr wel, snap je? Ik denk dat Rico's boksen daar echt niet goed genoeg voor is. Hij is een hele goede kickbokser. Maar ik denk dat op boksgebied, het is een hele andere sport, die klappen. Het zijn echt een heel stuk harder. En ik denk het niet. Ik denk in de UFC dat hij veel meer kans maakt dan. Ja, nou, dat is grappig, want Anthony Joshua was in Amsterdam afgelopen week. Ja. Om een winkel te openen. En werd hem ook gevraagd naar het kickboksen. En daar zei hij inderdaad, Joshua kent maar één kickbokser, Badahari. Ja. I love Badahari. En hij zou wel tegen hem willen vechten, ook met kickboksregels. Nee man. Dat lijkt me niet verstandig. Nee, nee, nee. Dat lijkt me niet verstandig. Moet hij het andersom gaan proberen, ja. Maar dat heeft, nee. Een paar low kicks en dan ligt hij al nog. Zulke benen man, echt een paar goede low kicks erop. En is die man echt... Nee, maar andersom zie je dus wel zitten op boksen. Want Badr heeft op een gegeven moment natuurlijk ook wel een beetje naar het boksen gelonkt. Een paar jaar geleden. Ja. Ja. Ja, ik ja, ik denk eerlijk gezegd dat het een beetje een gepasseerd station is. Omdat ik zie Badr nog wel een aantal kickboxpartijen draaien. Nou, ik hoop Tyrone, dat is echt een droompartij. Mm-hmm. Maar boksen, ja, je moet toch echt even een tijdje weer helemaal... Nee, hij is echt een hele goede bokser en dat zou hij zeker kunnen. Het enige wat misschien nu in de weg zal staan is het strafblad, snap je? Dat is hoe het gaat met boksen. Het is een Amerikaan probleem. Het is nog maar niet alleen Amerika. Boksen is nog veel meer gefixeerd op dat schoonheid en als kickboksen. En, dus dat zou het probleem zijn. Want ik denk dat hij het boksen wel zal redden, man, tegen nou ja, en bij boksen zijn ze natuurlijk meer dan in welke sport dan ook dol op de clean sheets, hè? De nul-verliespartij. De nul-verliespartij, ja. Wat natuurlijk in kickboksen niet bestaanbaar is. Want het lijkt me ook wel moeilijk met waar we het in het begin van de uitzending over hadden. Met de potentie die er nu al in zit om zoiets nog ertussen te fietsen. Mm-hmm. Ondanks dat het voor, misschien voor ons leuk zou zijn om het een keer te zien. Maar ja, er zit wel even wat voor op dit moment. Ja. Ik durf me niet te wagen. Ik zie nu op de achtergrond, dat was volgens mij wel voor mij KO van de avond. Dat, ik ga me niet als een voornaam wagen, maar de Thais die het spakkerieert. Maroon. Ja, kijk. Ach, kijk. Hoppa, dat, was, dat was lekker spectaculair, vond ik dat. Heftig, hè? Ja. Die zat er goed op. Zat er heel goed op. Jongen, was heel vereen. Ja. Ja, dit was een klassieker. En was ook al aangekondigd van tevoren dat hij hem op die manier eruit ging halen. Weet ik. Word around the campfire. Oké. Okay. Maar goed, weer een heel ander verhaal. Wat ga je doen de komende tijd? Misschien donderdag weer trainen en verder? Ja, in ieder geval keihard trainen hadden we er nooit tevoren. En daarna focus op de eerste volgende partij die eraan komt. Dus that's it, man. Verder geen leven. En mijn vriendin weet het ook al. Jordi, wat staat er voor jouw programma komend weekend? Komend weekend? Alles eigenlijk. Hè. Ik probeer een beetje mee te komen met je. Dus ik kan niks overslaan. Ik heb maandag ook alles zitten kijken. Bellator, UFC en Glory had ik natuurlijk live gekeken. Dus ik vind het helemaal leuk op dit moment. Nee, ik zei... Dat is wat jij zei, Ortega. Dat is wel een aardig kunstenaar. Ja, hebben we helemaal niet al van gehad. Misschien moet je dat nog heel even, als mensen kijken die niet alles checken, dat is wel eentje om op te zoeken, toch? Nou ja, heb jij nog iets? Ja. Je bent natuurlijk met hele andere dingen bezig geweest. UFC Fresno, California was afgelopen weekend. Main event was Cub Swanson. Wordt toch wel gezien als een titelkandidaat gegadigde in die featherweight divisie. Die nam het op tegen Brian Ortega, een beetje de reizende ster.
En de algemene aanname was dat als Swanson zou winnen, dat hij dicht in de buurt zou komen van een title shot. Maar dat liep heel anders, want Ortega die nam hem... Zo, twee keer goed in de mangel. Ja, en de eerste keer ontsnapt hij nog, hè? Je hebt het ook gezien. Ja, op wonderbaarlijke wijze. De commentator zei safe by the belt, dat was ook wel zo, maar... Ik denk dat jij het ook eens bent dat hij toch nog heel lang volhoudde door niet af te tikken. Want hij staat echt helemaal klem. Ja. En toen ja, die tweede keer, want hij herstelde zich best wel oké, nog vecht dat in die wedstrijd. En toen kwamen ze weer aan de zijkant van de octagon. Ja. En toen zat daar een of andere Braziliaanse salto, jiu-jitsu salto in en kwam hij niet meer uit. Oh, hij krijgt er al verstand van, hoor. Ja, en maar goed, Ortega die is nu 5-0 in de UFC. Allemaal op finish gewonnen. Dus die is er eentje om nu definitief rekening mee te houden. Goed, dat gezegd hebbende, komend weekend Bellator 191 in de UK, Newcastle. Met de main event Michael McDonald, oud-UFC-vechter, maakt zijn debuut in Bellator tegen Peter Ligier uit Frankrijk. UFC Winnipeg, dat lijkt me wel een mooie. Mooie pot, Lawler dos Anjos, buiken. Ja, niks anders. Gewoon buiken. Gewoon buiken. Ja, dat is wel de moeite waard en daar kun je zelfs wel voor wakker blijven voor die. Ja, ga je er wel wakker blijven? Ja, is potentieel wel een gevecht van het jaar. Is het altijd met Lawler over. Ja. Een soort Michael Duster wel eentje. Ja, ik vind hem een tikkie bijter. Nou ja, maar ik bedoel in de zin van altijd drop of down. Dat is een bijst. Ja. Een bijst. Ja, en dan tot slot ook zaterdag de WBO middagvechttitel in Quebec tussen Saunders en Lemieux voor de boksliefhebbers. Ik weet niet, ga jij kijken? Jij gaat gewoon lekker. Ik denk het niet, nee. Lekker in de chill-modus. Jij gaat wel kijken. Ik denk dat ik ook ga kijken. Het is een rustig weekend in vergelijking met afgelopen weekend. Ja, dat was overvol. Erg vol. Ja, veel huiswerk had ik. Ja, want de Lomachenko hebben we het nog niet eens over gehad. En Rikondo. Ja, man. Dat is ook, met boter en suiker in. Ja, maar prachtig gedaan. Prachtig. Ja, altijd, hè. Ja. Ja, Lomachenko en Sven. Maar die komt ook. Maar die vocht natuurlijk even boven ze. Ja, was niet te doen. Hij was te klein, te licht. Het is niet... Overigens ook prachtig van Lomachenko in zijn commentaar achteraf. Die zei van... die komt is een koning. Maar hij vecht nu niet in zijn eigen klasse. Ja, dus wat dat betreft... Het was geen echte wedstrijd. Ja. Nou ja. Zo humble. Eerlijke woorden van de kampioen. Ja. Op twee manieren opvatten. Dus dat is prima, ja, prima gezegd, denk ik. En dan gelijk weer van het slechte uit. Dat is zo jammer. Goed, Jusri, dankjewel. Ja, maar jij bedankt. Ik was eer dat je hier wilde zijn, zat vlak naar je wedstrijd. Ik kan je voorstellen dat de teleurstelling nog een beetje met je mee. Ja, we moeten verder, we gaan verder. Ja. Bedankt, maar niet de eer is aan mij. Het wordt een mooi programma. Jullie zijn net begonnen, toch? Dus, je bent de tweede. Ja, man. Thanks. We blijven je volgen. Ik blijf jou ook 100%. Volgen. Dankjewel. Jordi, dankjewel. Graag gedaan. Ik ben de volgende week gewoon weer. Ik zie je. Uiteraard. En jij uiteraard ook, Jeroen. Uiteraard. En ik uiteraard ook. Er is geen ontkomen aan, mensen. Bedankt voor het kijken. Dit was Vechtersbazen aflevering 2. Tot de volgende.